Hallo, ik ben Marta de Boer en ik wil het met u hebben over de zesde dimensie. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik op dat niveau? Nou, heel eenvoudig. Respect, liefde en vergeving. Dan kom je al een heel eind. En de zesde dimensie, daar is liefde. Er is geen jaloezie, er is geen haat, er is geen nijd. Alleen liefde. En het is heel sereen, het is heel puur, heel zuiver. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Ik heb het even mogen voelen. Daarom vertel ik het u ook. Maar ik weet ook dat het op het ogenblik een rotzooitje in de wereld is. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Maar soms moet het eerst erger worden voordat het beter wordt. Maar het liefst zou ik willen dat alle mensen zich gingen veranderen. Bekeren is een groot woord. Gewoon veranderen. Je kan jezelf verfijnen. Dus verbeteren. Iedere dag dat je naar bed, als je naar bed toe gaat, kan je zeggen van, even kijken wat ik fout heb gedaan hoor. En dan kan je de volgende dag, als je erachter bent gekomen, de volgende dag kan je dat weer veranderen. Ik wilde op een hoger trillingsniveau komen. Ik geloof in God. U hoeft dat niet. Het ligt helemaal aan uzelf. En ik wilde. Ik had een gebed doorgekregen. En dat gebed, dat moest ik 5 keer herhalen. Achter elkaar. Zonder mijn gedachten af te laten dwalen. Nou, ik weet niet of u weet hoe moeilijk het is, maar het is heel moeilijk. Ik vind het moeilijk. En iedere keer als mijn gedachten afgedwaald waren, moest ik opnieuw beginnen. Nou, voordat ik die 8 regeltjes gelezen had van het gebed, zijn we heel eind verder. Maar wat doe je als je dat gebed hebt? Je kijkt. Je spreekt. Je hoort. Hier zie je de woorden in. Want je mag niet uitdwalen. Je voelt het. En tegen het einde dat je het helemaal kan, dan laat je alles los. Want dat is eigenlijk wat je leert. Alles loslaten. Gewoon leren te voelen. Dat is heel belangrijk. En gewoon leren luisteren naar die innerlijke stem. En zo kan je dus ook paranormaal worden. Je kan ook zeggen, nou, ik wil dat omdat ik even over mezelf. Ik wilde dichter bij mijn God komen. Ik wilde verfijnder worden. Ik wilde meer zijn liefde voelen. Ik wilde zijn wijsheid opdoen. Ik wilde de kosmos leren kennen. Er zijn zoveel dingen die ik allemaal wilde. En een gedeelte ook gelukt is. Maar soms heb je mensen nodig. Nou, die heb ik ook nodig gehad. En ik ben ze heel erg dankbaar. Vooral de laatste. En als je dan verfijnder bent en je leeft op dat hogere trillingsniveau, dan heb je alleen maar liefde in je.
En zo kunnen we ons dus voorbereiden naar de zesde dimensie, maar naar de zesde komt de zevende. Ik weet niet hoe dat is. Dat hebben ze me niet laten voelen, maar de zesde wel. Ik hoop dat het u lukt. Ik hoop dat u het wilt proberen. Ik ga het in ieder geval proberen. Om op dat trainingsniveau te mogen leven. Liefde is ook opofferen. Liefde is niet ik wil hebben. Nee, dat is geen liefde. Dat is hebzucht. Liefde is vrij zijn. Ik wens je er heel veel sterkte mee. En ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Oké? Nou, tjus.